Het gaat over Nijmegen in de periode vanaf september 1944 tot mei 1945. De zogenaamde frontstadtijd of de granatentijd. Een periode waar Nijmegen beschoten werd met bommen en granaten door de Duitsers. En waar heel veel Nijmegenaren schreven in dagboeken over die angstige momenten die ze toen beleefden. Deze tentoonstelling is bedacht om mensen op een andere manier dingen te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoonstelling is gerealiseerd dankzij het project Sleutels van de Stevenskerk. Dat is een project waarbij in het kader van 750 jaar Sint-Stevenskerk allerlei organisaties een aanvraag konden doen om de kerk ter beschikking te krijgen. Nou, dat heeft de Radboud Universiteit, en beter gezegd het onderzoeksinstituut van de letterenfaculteit, RICH, heeft dat project opgepakt en gezegd van nou, wij bestaan 100 jaar en wij willen eigenlijk wel iets met die kerk doen om ons onderzoek te presenteren. Er zijn momenteel twee tentoonstellingen te zien in de Stevenskerk. Een tentoonstelling over Theo en Albert. Deze was al eerder te zien in het Vrijheidsmuseum. En natuurlijk de tentoonstelling Jongeren in de Vuurlinie. En dat laatste, dat is gebaseerd op onderzoek wat verricht wordt aan de Radboud Universiteit naar dagboeken over de Tweede Wereldoorlog. En dat hebben we geprobeerd op een vernieuwende manier te doen. Ja, dagboeken zijn op zich een heel plat materiaal, geschreven op papier. Maar wat het uniek hier maakt, is dat we dat tot leven proberen te brengen. Dat proberen we tot leven te brengen met filmbeelden, maar ook door augmented reality toe te passen. Door het verhaal te laten vertellen, door beelden die toegevoegd worden via een app. Tijdens de tentoonstelling krijg je een iPad mee en daarop kan je de tentoonstelling tot leven laten komen. De app die krijg je dit met het beginscherm Jongeren in de Vuurlinie. Die is ontwikkeld door Cine Chefs van Danny Vermeulen. En ja, dan klik je dan dit aan en dan ga je naar de tour. En dan krijg je hier eerst een oefening hoe je dat moet doen. En dan moet je een bepaalde locatie vinden. En dan zie ik allemaal blauwe stipjes in beeld. En dan zegt hij in één keer klik. Maandag 18 september 1944. De strijd om Nijmegen is begonnen. De augmented tour.